Ja, ik denk de jongeren die zijn bezig met minstens 3 verschillende lagen. Hè. 1 laag is, wie ben ik? Wie zijn mijn familie? Wie zijn mijn vrienden? Hoe maak ik vrienden? Dat is een laag die hier te sprake komt. Een andere laag is, wat studeer ik? Wat doe ik al? Wat wil ik later worden? Of hoe wil ik zelf in de samenleving van vandaag bij ons staan? Dat is een tweede laag. En een derde laag is zeker ook, in wat voor wereld leven wij? Hier zijn jongeren, hier zijn begeleiders uit de 5 continenten. Wat is in onze wereld aan het gebeuren? Welke krachten die negatief werken en die verdelen en die ongelukkig maken, maar ook welke krachten ten goede zijn er in de wereld? En hoe kunnen wij daar als jonge mensen, als jonge christenen ook, op inspelen? Voilà, en ik denk dat die 3 lagen, die komen hier in het gesprek aan bod en dat vind ik goed. De toespraak van de Pools gisteren die vond ik heel enthousiasmerend. Een Pool die is precies opnieuw jongerenpastor wordt of parochiepastoor. En een paar krachtige zinnen zijn mij toch bijgebleven. Bij mij is heel sterk blijven plakken de zin: wij zijn hier niet om muren te bouwen, maar om bruggen te bouwen. En vanuit Antwerpen zijn we hier met een groep van een 50-tal jongeren, meestal laatste 2 jaar van de middelbare school. Wat is de idee erachter? Als de boodschapper hier één is van verbinding, en verbinding tussen de 5 continenten, christenen uit de 5 continenten, dan hebben we in Antwerpen alvast op kleine schaal heel die realiteit aanwezig. Als we de boodschap van die wereldjongerendagen bij ons willen beleven, dan begint het met jongeren vanuit die verschillende continenten, vanuit christenen van die 5 continenten samen te brengen. En dat is wonderbaar gelukt. Dus we hebben onder onze jongeren van Antwerpen zijn er een aantal Afrikaanse, Oost-Europese, Aziatische, Latino's, die zijn allemaal vertegenwoordigd. Die maken nu hier in het groot mee wat ze in Antwerpen in het klein mee maken. De bedoeling is dat het verhaal eenmaal thuis verder gaat. Ja, telkens staat op het programma die verzoeningsviering, met daarin de gelegenheid van een persoonlijk gesprek met de priester, voor wie het wenst ook, een persoonlijk biechtsacrament. Dat is voor veel jongeren een stap. Van de andere kant, het groepsgebeuren, de gesprekken van de vorige dagen, datgene wat hier vanuit diepe lagen in hun gevoel naar boven komt, de bespreekbaarheid die groter wordt, maakt dat er een opening ontstaat om met datgene naar boven te komen wat vaak al een hele tijd leeft in hun hart, wat echt een grote vraag is. Een kwetsuur of een verlangen of een droom of een roeping die leeft in het hart, maar bij wie kan je ermee terecht? Hè? Goed, en je hebt denk ik bijna een week nodig van leven in groep, van delen met elkaar, van gesprekken, van een sfeer van vertrouwen. Vertrouwen in de groep, maar vertrouwen ook in de liturgie, vertrouwen in de priesters, om met dat heel persoonlijke verhaal naar boven te komen. Goed, dat is zo waardevol en ik denk dat dat een van de sterkste momenten is in die Wereldjongerendagen.